Hij stond hier, omdat ik hem daar dan, zeg maar hier zo, kon ik hem gaan laden. Maar toen ik woensdagochtend hier opende, hier stond mijn fiets en die hebben ze weggehaald. In de flat van Gulseren wordt flink verbouwd. Ook in de kelders wordt gewerkt, dus die moeten leeg. Bewoners krijgen een tijdelijke box, maar daar zit geen stopcontact in. En dus mag Gulseren de elektrische driewieler in het schoonmaakhok zetten. Maar daar is die nu dus gejat. Ja, ik breng hem nu zelf naar school en ik haal hem zelf op. Ja, hij vindt het zelf ook erg, want de fiets is eigenlijk alles van hem. Haar zoontje kan zelfstandig geen lange afstanden lopen. De elektrische fiets is dus hard nodig. Ja, hij heeft gehuild. Hij vond het niet leuk. Hij zegt, mama, hoe nu? Hij is 10 jaar. Ik zeg, ja, het is even afwachten hoe we dit gaan doen. Gulseren hoopt dat de gemeente haar kan helpen. Maar zelfs als er een nieuwe fiets komt, kan het weken duren voordat die wordt geleverd. Dus ik hoop dat deze oproep voldoende is. En dat mensen een hart hebben en geen hart van steen hebben. En dat ze die fiets dan terugbrengen.